Rob, kan je jezelf en Webfeed even voorstellen? Dat is mijn 30-second pitch, dus ja, staat aan, denk ik. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Bob Rattinga. Ik ben verkoopmanager bij Webfleet Solutions. Dat is een onderdeel binnen de Bridgestone-organisatie. En wij houden ons bezig met connected car technologie en fleet management software. Bob, kan je ons een beetje zeggen wat er allemaal al zit af fabriek in een standaard LCV op het gebied van telematica of connectiviteit? Meestal. Er zijn verschillen tussen merken en tussen modellen, maar in het algemeen. Ja, klopt. Het verschilt heel erg per leverancier. Wat je wel ziet, is dat er wel steeds meer connectiviteit in een voertuig komt. Dus dat zien we eigenlijk breed over alle merken wel terugkomen. Wij zijn echt een aftermarket leverancier. Dus we worden steeds meer geconfronteerd ook met klanten die aangeven van ja, er zit al een vorm van connectiviteit in. En hoe verhoudt zich dat dus met wat wij doen? Ja. Dat klopt. En welke functies worden meestal vervuld door de systemen die al af fabriek in het voertuig zijn geïnstalleerd en wat u als aftermarket provider kan aanbieden? Ja, wat je vaak ziet natuurlijk is dat bij klanten, een enkele klant heeft een eenmerkenbeleid. Maar meestal zie je toch een hele diversiteit aan verschillende voertuigen. Ook als jouw vloot alleen LCV-voertuigen zijn, dan nog vaak is er sprake van meerdere fabrikanten. Ja, dat betekent toch dat als je informatie wil samenbrengen, dat een struikelblok kan zijn. En het voordeel van aftermarket nog steeds, en iets wat we in groter materieel eigenlijk al veel verder zien, is dat klanten dan toch overwegen om de informatie in één platform te krijgen. En dat blijft dus altijd een punt wat meespeelt. Als je kijkt van, zeg maar zo vergaand als in het grote materieel, dat zien we in de LCV-markt nog niet. Dus het is nog wat beperkt en daardoor zien we toch gewoon de klanten wel heel erg vragen aan ons van ja, ik zie dat aftermarket, het product wat jullie leveren, dat gewoon veel verder gaat in de informatievoorziening. Ja. En dus, ik kom terug op de andere vraag. Welke functies vervul je als vlootbeheerder met een telematica systeem? Ja, wat wij doen is, wij hebben Canbus aansluitingen. Dus wij zetten voertuigen die binnenkomen, zetten wij echt in onze garage. Wij meten die voertuigen vervolgens uit, om te kijken van wat voor relevante informatie kunnen wij nu opnemen. Wat interessant is voor de vlootbeheerder. Zodat we dat in onze applicatie qua rapportages en dashboards kunnen aanbieden. Rapportage op het gebied van rijstijlanalyse, verbruiksmetingen? Ja, dus het is inderdaad, het begint bij heel eenvoudige zaken als zijnde van hoeveel kilometer wordt er gereden met voertuigen in real time. Op het moment dat je gaat kijken, zeker naar de elektrificatie van voertuigen, ja, dan komt ineens de range om de hoek. Ja. Dan komt ook, als je zeker in een operationele omgeving zit, ja, is een voertuig wel inzetbaar? Hoeveel kilometer range zit er nog op? Is hij aan het laden op dit moment? Ja, dat zijn allemaal vraagstukken die op dit moment op ons afkomen. En ja, wij zijn daar heel blij mee, omdat wij zelf namelijk via onze garage dit soort waarden al uitmeten. En dat we in ons platform meenemen om te kunnen delen voor klanten. En voor alle duidelijkheid, dit kan je niet makkelijk doen als je gewoon rekent met wat er in het voertuig zit af fabriek? We kijken zeer zeker naar de af fabriek gemonteerde systemen. Als de data voor ons toereikend is en we kunnen zeggen van ja, dan kunnen wij zeg maar op het niveau waarin wij fleet management software willen leveren en de data willen leveren, dan zijn daar wel mogelijkheden. Wij kijken wel naar die fabrikanten. Ook daar zit weer geen uniformiteit in. Dus op wat voor manier wordt dat dan aangeboden? En kun je dat dan inderdaad vertalen, ja of nee? Het makkelijkste voor ons werkt nog steeds inderdaad van wij lezen het voertuig uit. En dat betekent toch dat wij een eigen stukje hardware moeten plaatsen. En vervolgens pakken we die informatie op de juiste manier maar op. Hoe nauwkeurig die data zijn, hangt af van merk tot merk? Ja, klopt. Min of meer? Ja. Ja. Klopt. Okay. Het hangt er ook vanaf, ja, dat is in een wat oudere vorm. Bijvoorbeeld brandstofverbruik. Ja, als je dat
cijfers achter de komma doorgeeft, of je geeft het per halve liter door, wat we ook wel gewend zijn, of je geeft het helemaal niet door. Het is maar net of je die data ook wil vrijgeven voor leveranciers zoals wij zijn. Dus dat kan heel erg verschillen. Ja. Bijvoorbeeld ook bepaalde merken die geven geen snelheidsdata af. Nou, wij willen heel graag veilig rijden, promoten. Vinden we ook heel belangrijk als je kijkt naar verbruik. Wat is je snelheid? Wat is je snelheid binnen de bebouwde kom op de snelweg? Rij je veilig genoeg? Als je die snelheidsdata uit een affabrieksysteem niet krijgt, ja, dan kan je er op dat moment ook niets mee. Klopt het dat je een link kan leggen tussen bijvoorbeeld te hard remmen of te vaak schakelen en veilig rijden en het risico op een geval? Ja. Ja. Kan je met cijfers aantonen? Ja. Vandaar dat verzekeringsmaatschappijen ook altijd geïnteresseerd zijn in telematica-informatie. Ja. Zij weten als geen ander dat rijstijl en hoe je het voertuig bedient direct een link heeft met het risico op een ongeluk of het rijden van schade. Ja. Ik had natuurlijk heel graag een vlootbeheerder op het podium zien verschijnen, maar die kwam niet opdagen. Dus ik zal misschien een open vraag stellen naar het publiek. Wie onder jullie is al bezig met rijstijlanalyse van zijn vloot? 1. Toch. 2. Anderhalf. Anderhalf. En ja, ik zal misschien de tweede microfoon gebruiken. Ja. Kunt u zich even voorstellen en zeggen wat u doet met rijstijlanalyse? Dankjewel. Ik ben Bart Belts. Ik ben de wagenparkbeheerder van OnTime Solutions in Antwerpen. We hebben een afdeling in Antwerpen, als ook in Temse. We rijden hoofdzakelijk met grote bestelwagens, maar ook met kleine lichte vrachtwagens. We zijn inderdaad bezig met, toch in een beginfase, met een analyse te maken of te proberen te maken op zijn minst. We hebben ook al geprobeerd samen te werken met onze, laten we zeggen, track and trace leverancier, die ook de mogelijkheid aanbiedt om via de campus te werken, waardoor er een oplossing komt of op zijn minst een informatie komt, laten we zo zeggen, van hoe de chauffeur rijdt. G-krachten worden in aanmerking genomen bij het afremmen of niet. We krijgen daar alarmen voor. Maar concreet, eerlijk gezegd, doen we daar nog niks mee. We weten wel welke chauffeurs zouden kunnen geholpen worden, laten we zo uitdrukken. Maar echt iets met die analyse doen, dat is nog een beetje, denk ik, te vroeg, maar misschien wel welkom, hè, als daar iets concreet uit de bus kan komen. Ja. En het is inderdaad een volledig leertraject en het duurt meestal een aantal maanden, soms anderhalf jaar, tussen het moment dat je beseft dat je er iets mee kan bereiken en de eerste resultaten. Maar het rendeert wel. Is er iemand in de zaal die denkt, ja, dit zou iets voor mij kunnen zijn? Niemand? Dat is spijtig voor Bob, hè, maar bon. Ah, misschien. Nee hoor. Dat betekent dat er nog wat te doen is. Ja, opnieuw. Hallo? Ja. Ja, het werkt. Wij proberen natuurlijk gebruik te maken van zo'n analyse. Niet alleen met de veiligheid van de chauffeur op het oog, maar ook om ongevallen te verminderen. En vooral ook de belasting aan de motor, want dat is toch soms wel eens een issue waarin wij ons zorgen maken. We zeggen, kijk, onze koeriers, want ze rijden, we rijden ook voor een deel in onderaanneming voor UPS. Dus koeriers zijn gehaast en nemen het niet allemaal zo nauw met een laten we zeggen, veilige, misschien is dat niet de juiste omschrijving, maar de correcte rijstijl waarbij de wagen toch wel als een goede huisvader wordt behandeld. Hè. Men rijdt tot het laatste punt en men remt dan volle bak. Dat is toch onze ervaring. Vaak dat wat een schade geeft, of toch een gemakkelijke schade, of een grotere slijtage op zijn minst aan de wagens. Dus als we dat zouden kunnen analyseren en de chauffeur ze mee confronteren met de harde cijfers, dan denk ik dat dat misschien wel interessant kan zijn. Al een soort van sensibilisering naar hen toe. En anderzijds hebben wij het misschien het voordeel dat onze wagens iets meer worden gespaard. Bob, lijkt dit een haalbaar doel?
Ja, wat wij doen is ja, we noemen dat zelf OptiDrive, hè, dus het optimaal besturen van een voertuig. Daar zitten een achttal verschillende onderdelen in. Het begint altijd inderdaad bij snelheid en hard remmen en hard door de bocht rijden. Ik denk als je die twee tackelt, dan heeft dat al effect op ook weer de andere zaken die we meten. Ja, en vervolgens zeggen we dan eigenlijk van ja, dit is je rapportcijfer. Maar ik erken wel, en dat erken ik ook wel bij andere klanten, van ja, we kunnen het fantastisch mooi inzichtelijk maken. Alleen, hoe vertaal ik het vervolgens naar mijn chauffeur? Dus daar hebben we ook over nagedacht. En toen hebben we gezegd, van, nou, wat we moeten doen is dat we de mogelijkheid bieden. Los van het feit dat wij het in een platform en in een applicatie hebben zitten. We willen ook graag een bestuurder gewoon een smartphone app geven. Waarin hij zijn eigen score kan volgen. Om zeg maar, ja, die bewustwording. Ik denk dan dat je het ook positief moet benaderen. Dat je inderdaad moet zeggen van nou, het feit dat iemand het bewust ziet, hij kan het al volgen. Of het wordt gedeeld via een bepaalde rapportage. Ik denk dat we allemaal heel smartphone gericht zijn. Dus ik denk dat dat wel heel sterk is. En dat je vrij snel kan zien, nou, dit is hoe ik ervoor sta. En dat men dan onderling ook daar nog wat over gaat communiceren. Ik denk als je dat positief doet en je beloont degene die het hartstikke goed doen. Ja, dan heeft dat denk ik een positief effect op de anderen. Dus dat zou een beetje mijn advies zijn, denk ik, om daarmee om te gaan. En hoe wij dat ook richting onze klanten communiceren. Van ja, hoe pak ik dit nu aan? Wat kan ik nu het beste doen? Maar daar moet ook een zekere HR-strategie ook achter staan. Ja, klopt. Het is niet puur techniek, ja. Hè? Ja, klopt. Ja. 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 Kan jij zeer kort een andere best practice uit een Webfleet-klant bijvoorbeeld even... Jazeker. Ahold Delhaize, die hebben in het Nederlandse deel verzorgen zij alle business to consumer, hè, dus alle boodschappen die online besteld worden. Dat moet weggereden worden. Daarin zie je dat we ooit gestart zijn, ik denk een 3 jaar geleden, met zo'n 200 voertuigen. Dat zijn er inmiddels 1000. Volkswagen Crafter model. Dus we hebben een bepaalde schaalgrootte ook kunnen realiseren. Dus zo snel zeg maar opschalen. Als je daar het aantal shifts aan chauffeurs ziet binnenkomen en je bent daar op zo'n een van de distributiecentra. Dan verzamelen we nogal wat informatie van al die chauffeurs en al die voertuigen. Dus ik denk dat een best practice, ik heb klanten met zeg maar 2-3 voertuigen die we bedienen, maar we hebben ook dit soort floten en met de data zorgen ze er eigenlijk gewoon voor dat ze hun planning kunnen verbeteren en dat ze inderdaad ook iets kunnen zeggen over van ja, dit is met name jonge chauffeurs ook op de voertuigen, dat speelt vaak ook een rol. Dat ze toch zeggen van nou, met deze data hebben we toch meer gefundeerd, kunnen we iets vertellen over van ja, zo kan je het beste je voertuig bedienen. En we zien aan de cijfers gemiddeld gezien dat je het wel wat beter kan doen of dat je het hartstikke goed doet. Ook daar zit weer die beloning zit daarin. Dat is voor ons een fantastische referentie die we vaak gebruiken in de markt. Zeker. Ja. Dus je zult het met mij eens zijn, het potentieel van telematica in LCV's is nog sterk onderschat. Ja, ik denk dat er geen onderschatting moet zijn over de wereld wordt steeds meer geconnecteerd. En je hebt die data nodig om uiteindelijk tot de juiste beslissingen te komen. Ja. En dat blijft gewoon een kern van waarheid. Maar dat betekent dat ik als journalist en hoofdredacteur van de bladen nog een beetje werk aan de winkel heb om al die mensen te overtuigen over het nut van die systemen. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Bob, hartelijk bedankt. U hebt zo goed geïmproviseerd, dat was fantastisch. Applaus voor Bob, alstublieft. Dank u wel.